De macht van uiterst rechts groeit in Nederland en Europa. Wat gaan we daarvan merken? Over een paar weken gaat Nederland alweer naar de stembus voor het Europees Parlement. En in navolging van de overwinning van Wilders in Nederland lijkt ook op Europees niveau de uiterst rechterflank af te stevenen op een overwinning. De verwachting is dat de meeste rechtse partijen samen tot een kwart van de stemmen kunnen krijgen. Wat kunnen de consequenties daarvan zijn? En op welke manier heeft de overwinning van de PVV het debat in Nederland al veranderd? Ik ga het erover hebben met politicologe Leonie de Jonge, gepromoveerd aan de Cambridge Universiteit. En samen met 31 andere vrouwelijke onderzoekers bracht zij de overeenkomsten en verschillen van uiterst rechtse partijen in Europa in kaart. Mevrouw de Jonge, waarom hebben Wilders en zijn Europese collega's de wind mee? Ja, dat is natuurlijk een trend die al jarenlang gaande is, die we de afgelopen 30 jaar zo'n beetje zien. Dan zien we gewoon een gestage opkomst van populistische partijen en met name dan radicaal rechtspopulistische partijen, dus op het rechterflank van het politieke spectrum. En het is een combinatie van factoren die dat, denk ik, verklaart. In eerste instantie het feit dat er veel grootschalige Europese veranderingen hebben meegemaakt. Migratie, Europese integratie, waar gevestigde politieke partijen niet altijd de juiste antwoorden op hadden. Mm-hmm. En de kiezer is geëmancipeerd en is zich anders gaan oriënteren. En nou, daar doen die rechtse partijen, die weten heel goed die kiezers bij zich te houden en aan te spreken. Dus andere partijen hebben het eigenlijk laten liggen op gebied van bijvoorbeeld immigratie en de portemonnee van de gewone Nederlander? Nou, in ieder geval in het geruststellen van de kiezer, het vertegenwoordigen van de kiezer, de kerntaken uitvoeren van politieke partijen. En dat is immers inderdaad ook die vertegenwoordigende rol. En de kiezer voelt zich daar niet meer vertegenwoordigd en is dus op zoek gegaan naar andere partijen. In Nederland kiest de VVD nu voor samenwerking met de PVV en eerder ook het overnemen van de standpunten van die partij. Sommige critici die zeggen, ja, daarmee heeft Jessel Kuster juist voor gezorgd dat haar eigen kiezers overliepen naar de PVV. Ja, ik denk dat ik ook in dat kamp hoor van politicologen. We hebben inmiddels heel veel onderzoek van hoe je omgaat met de radicaal rechtspopulistische partijen. En in heel veel landen lijken met name centrumrechtse partijen steeds weer te proberen om standpunten over te nemen van uiterst rechts. En wat we daarbij zien is dat als ze dat doen en tegelijkertijd ook de deur op een kier zetten, dat heel veel kiezers dan toch liever naar het origineel gaan en niet naar de kopie. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen dat is democratie. Die partijen die merken in de samenleving, mensen willen strenger immigratiebeleid. Dus dan spelen ze daarop in. Tuurlijk, dat is natuurlijk ook aan politieke partijen om thema's uit de samenleving op te halen. Maar wat we zien uit kiezeronderzoek is dat de standpunten op migratie in de afgelopen jaren niet enorm veranderd zijn. Dat betekent dus dat het is een kwestie van vraag en aanbod. Mm-hmm. Dat die aanbodzijde, dus de politieke partijen, ook een enorme rol spelen in het politiseren van migratie. En met name dan als een cultureel thema, niet zozeer als een economisch thema. Mm-hmm. En dat juist uiterst rechtse partijen issue owner zijn van dat thema. Dat is hun thema, hun kernthema. Dus als dat veel besproken wordt in de politieke partijen, in de media, dan dat zij daar baat bij hebben. Dus u zei ook aan het begin, partijen namen tot nu toe die zorgen van kiezers niet serieus. Nu nemen ze die serieus. Bijvoorbeeld op Europees niveau worden nu migratiedeals gesloten met discutabele regimes. Maar dat is dan misschien niet voldoende om te voorkomen dat mensen naar die uiterst rechtse flank gaan. Nou, het is natuurlijk niet zo dat inderdaad migratie voorheen geen belangrijk thema was. Het speelt al lang bij de kiezer. Maar nu is het zo dat het thema migratie bijna geneutraliseerd is. In de zin van dat alle politieke partijen zich erover eens lijken te zijn dat migratie iets is wat een gevaar vormt voor de Europese samenleving, voor de nationale cohesie. En dat dus, het feit. Er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere thema's die belangrijk zijn in het politieke bestel. Mm-hmm. Denk aan zorg, denk aan groeiende ongelijkheid, denk aan klimaatverandering. Maar omdat inderdaad uiterst rechtse partijen er zo in slagen om dat migratiethema hoog op de agenda te zetten, hebben we het continu eigenlijk voortdurend daarover. En daar hebben zij profijt aan. Mm. Als uiterst rechts inderdaad een overwinning boekt in Europa, wat zijn de consequenties daarvan dan als het gaat om beleid bijvoorbeeld?
Ja, in eerste instantie moeten we denk ik die overwinning een beetje inkaderen. Want het is natuurlijk niet zo dat die partijen als grootste uit de stembus gaan komen. Uit kiezersonderzoek of uit opiniepeilingen blijkt dat ze mogelijk een kwart van de zetels in het Europese parlement kunnen halen. Dat is natuurlijk een kwart en niet een meerderheid. Dus dat is denk ik punt één. Tegelijkertijd is dat wel een forse winst voor dat rechtse blok. En dat zal mogelijk consequenties hebben. Hoe die consequenties er precies uitzien is heel moeilijk te voorspellen. Het is ook waarschijnlijk niet zo dat dat meteen overnacht de democratie om zeep gaat helpen. Dat dat binnen dat we wakker worden en de Europese Unie uit elkaar valt. Tegelijkertijd is het wel zorgelijk op het gebied van vrouwenrechten, voor minderheden. Ook als het gaat over antwoorden vinden op grote vraagstukken waar de Europese Unie mee te kampen heeft. Denk aan klimaatverandering, denk aan migratie. Mm-hmm. Dat het moeilijk wordt om daar coherente antwoorden op te vormen. Ook op de oorlogen in Oekraïne en in Gaza. Dat een verdeeld Europees parlement daar natuurlijk mogelijk consequenties zal hebben. Ja, maar in Europa is uiterst rechts verdeeld over twee fracties, hè? En ze staan er nou niet per se onbekend dat ze enorm goed samenwerken. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, daar komen misschien een aantal zetels bij. Maar hoeveel gaat dat nou daadwerkelijk veranderen? Ja, dat klopt. Dat is dus ook heel moeilijk te voorspellen. We zien inderdaad dat die samenwerking tussen uiterst rechtse partijen op Europees vlak niet altijd heel goed gaat. En ook in het verleden is het zo dat dat eigenlijk altijd heel moeizaam is. En dat is niet heel verbazingwekkend, want het zijn natuurlijk in eerste instantie partijen die nationalistisch zijn. Die naar binnen kijken en die ook het eigen volk willen beschermen en dat staat op één. Dan is het natuurlijk niet verbazingwekkend dat die samenwerking moeilijk gaat. En wat ook interessant is, is dat ze in het verleden zelfs helemaal niet met elkaar wilden samenwerken, omdat ze niet besmet wilden raken met de extremisme-stigma's die aan die partijen kleefden in andere landen. Marine Le Pen had bijvoorbeeld een verleden met antisemitisme. Dus Nigel Farage uit het Verenigd Koninkrijk zei ja, ik wil niet met haar samenwerken, want dan ik ben niet antisemitistisch. En nu zien we, doordat die partijen zo genormaliseerd zijn en ook in opkomst zijn, dat ze eigenlijk willen meeliften met het succes van uiterst rechtse partijen elders. En dat ze dan proberen die samenwerking steeds meer aan te gaan. Maar tegelijkertijd gaat dat nog steeds niet altijd goed. Dus op gebied van beleid is het nog maar even de vraag hoeveel deze uiterst rechtse partijen bijvoorbeeld in Europa voor elkaar kunnen gaan krijgen. Maar u zegt ook, maar het debat verandert er wel door, bijvoorbeeld op gebied van migratie. En dat zien we natuurlijk ook op kleine schaal nu in Nederland al, waar PVV aan de formatietafel zit. En een van de punten die daar vaak aan bod komen is natuurlijk asiel en migratie. Ook omdat hij met partijen samenwerkt die het ook over dit thema willen hebben. En een voorbeeld is dat er nu gesproken wordt over het uitroepen van een crisis of een soort noodtoestand rondom asiel en migratie. Mm-hmm. Waardoor het heel hoog op de agenda komt en ook niet meer weggaat. Dus als je het eenmaal uitroept als een soort noodtoestand, dan... Maar wat is het gevaar daarvan dan? Want veel Nederlanders die willen dat denk ik ook gewoon. Ja, ik denk bredere zin natuurlijk de gevaren van de opkomst van uiterst rechts heeft. Dan zie je ook consequenties voor de verharding van het politieke debat. Dat is iets waar we heel snel aan gewend raken. Als we nu kijken naar Wilders, die een paar weken geleden bij een CPEC-conferentie in Hongarije sprak. Alle ogen waren op Wilders gericht. Wat hij zei ging best wel ver in heel veel opzichten. Maar er was een soort opluchting van, oh, het viel eigenlijk wel mee. Dus we raken steeds meer gewend aan de thema's, aan de toon die aangesneden wordt door dit soort partijen. En dat is die normalisering van uiterst rechts gedachtegoed, wat een stapsgewijs proces is. De media speelt natuurlijk een sleutelrol heeft een hele belangrijke rol in het verspreiden van de boodschap. En wat is uw advies dan? Want negeren is toch ook niet een optie als dat gaat over standpunten die veel Nederlanders delen? Nee, zeker niet. En dat is ook helemaal niet. Ik ben wetenschapper, dus dat is ook helemaal niet mijn rol om daar advies over te geven. Mijn onderzoek laat wel zien dat het belangrijk is om grenzen te stellen aan. Dat het belangrijk is om grenzen te stellen en discussie te voeren over tot hoe ver we mee willen gaan met z'n allen in zo'n debat. En ook dat bij mediaredacties een belangrijk discussiepunt moet blijven. En waarom is die noodtoestand rond de asielcrisis, hè, waar nu over wordt gesproken, waarom is dat nou zo typisch iets waarvan u zegt, hier zie je een uiterst rechtse politicus aan het werk, zeg maar?
Ja, dat is inderdaad onderdeel van wat wel eens het uiterst rechts populistische draaiboek genoemd wordt. We dachten voorheen altijd dat crisis een soort voorbode was voor de opkomst van populisme. Dus dat dat bijdraagt aan een voedingsbodem voor populisten. Maar door onderzoek weten we inmiddels ook dat populisten heel goed zijn in het verklaren en het ook performen van een crisis. Dus ze gedijen op crisis, maar ze zijn ook heel goed in thema's verklaren tot crisis, tot noodtoestand. En dan zichzelf wegzetten als degene die dat allemaal kunnen oplossen. En dat is een soort patroon wat we bij de PVV zeker terugzien. Dus dat stappenplan van je verklaart een crisis, je wijst een schuldige aan. Je hebt de media nodig om die boodschap te verspreiden. En vervolgens bied je jezelf aan als oplossing voor die crisis. Nou, dat is iets wat we, ja, dat draaiboek, dat patroon, dat zien we natuurlijk nu terug. Oké, Leonie de Jonge, dank u wel. En tot zover Z360, tot de volgende keer.